hebben over Sint Maarten. Maar eerst gaan we naar Nicky Her. Goedemorgen, Nicky. Ja, er heerst grote chaos op het verwoeste Sint Maarten. Ja, en volgens Paul Boetekees, die een hotel heeft op dat eiland in Philipsburg, dreigt zelfs een burgeroorlog. Dat lezen we vanochtend in een uitgebreid verhaal in de Telegraaf. Mensen lopen openlijk met wapens op straat, zoals machetes, knuppels en pistolen. En ze pakken dus echt alles wat ze pakken kunnen. Volgens Boetekees heerst er dus totale anarchie op het eiland en wordt het met het uur gevaarlijker op straat. Nou, de paar militairen die er nu rondlopen, die noemt hij een lachertje. Volgens Boetekees kijken zij hulpeloos toe en doet Nederland echt te weinig om de mensen daar te helpen. Wat vind jij, Robert, van die kritiek? Vind je ook dat de Nederlandse overheid op dit moment dan te weinig doet? Nee, want de Nederlandse overheid is niet primair verantwoordelijk voor de openbare orde. En hier kom je eigenlijk meteen op het probleem. Wie runt daar de show? Hoe lopen de hazen? Kijk, formeel maakt Sint Maarten deel uit van Nederland. Maar tegelijkertijd is het onafhankelijk. Dat wordt nog een hele prettige wedstrijd straks als het land moet worden wederopgebouwd. Wie gaat dat dan betalen? Waarschijnlijk Nederland. Maar zonder een stem in het kapitel hoe dat geld besteed wordt, dat kan natuurlijk niet. Dus je ziet die bui al aankomen. Maar voorlopig zijn we nog helemaal niet zover aan politieke vragen. De eerste hulp moet op gang komen. Ja. En die hulp is gelukkig nu wel onderweg, maar zo meteen meer daarover. Terug naar jou, Nicky, want het